Oké, dat was kameel 1. En nu laat ik je even zien een andere methode om die kameel in elkaar te draaien en te animeren. Wat je maar bevalt als het er maar ongeveer hetzelfde uitziet. En daar moet ik wel voor modellen. Maar dat maakt verder niet uit. Daarvoor pak ik weer datzelfde blokje. En niet zoveel subdivisies. Dat laat ik lekker eerst in de eerste instantie zo staan, want ik ga de subdivisies op een andere manier oplossen. Laten we hem eerst maar even op de grond zetten. Zo. Dit wordt mijn kameel. En gaan we hem aanpassen qua lengte? Ja. Even kijken hoor. X wordt dan weer 100. En de Y is dan 200. Ja, prima. En de Z wordt dan 300. En dan doen we hem 3 subdivisies en 2 subdivisies precies naar in verhouding met hun formaat. Dat ziet er als volgt uit. Hier zie je die zwarte lijnen, blijven het allemaal keurig nette blokken. Dit maak ik editable. Daar zijn jullie altijd erg blij mee als het editable mag worden. Want dan zijn het van die gemene vlakjes. En dat vinden jullie mooi. Ik niet, maar daar gaat het verder niet om natuurlijk. Nee, ik ga hier een kameel van bakken. Ik pak eerst de bovenkant met polygonen, zo. En die deuk ik even een stukje in. En dan pak ik deze en deze. En die ga ik extruden. Dus dat is de D op je toetsenbord. En die trek ik gewoon een stuk eruit. Hartstikke weinig. En dat pletter ik dan in een subdivision surface. Hey. Maar dan wordt dat ding echt heel erg afgerond. En dat vind ik dan weer niet mooi. En ja, goed. Je snapt hem. Nou, ten eerste moeten die twee vlakjes even dichter bij elkaar komen. Dat doe ik één voor één. Dus ik pak deze, die schuif ik een stukje zo. En ik pak deze, die schuif ik een stukje zo. En dan dit in het midden ga ik even wat scalen over één as. Zo. Zo. Dit wordt mijn vorm. Maar ik wil natuurlijk die randen nog steeds een beetje scherp houden. Dus wat moet ik nu doen? Ik ga eerst eventjes een selectie van edges maken. Ik pak hier een loop selection. En ik pak deze kant. En dit moet scherp. En ik pak deze kant met de shift key natuurlijk, anders dan selecteer ik die kringen niet. En dit lijntje hier aan de onderkant moet nog mee. Deze ook weer met de shift. En even kijken, dit hier moet ook mee. Deze lijnen moeten allemaal wat strakker worden. Maak ik eventjes een selectie van, dan heb ik hem straks terug. Dus dan kijk ik hier mijn edge selection. En bij deze jongen zet ik even, gooi er maar flink wat subdivisies op. Ik wil het lekker hoog hebben. Oeh, dat is wel heel hoog. Kijk uit, zet hem maar even niet boven de 3. Dan is het wel zo safe. Oké, dan gaan we terug naar die kubus. Ik heb die selectie hier. Ik heb dit even beveiligd als een selectie die ik heb opgeslagen. En dan gaan we naar mesh. Staat hij hier tussen? Ik weet toevallig de shortkey, dus ik weet nooit meer dan waar het staat. Weight Subdivision Surface. MR. Mister. Zo onthoud ik het altijd. Dus MR op mijn toetsenbord. En dan mag ik ergens klikken waar er niks staat. En ik ga die randen ga ik aantrekken. En ik doe het vrijwel helemaal tot 100%. Je kan hier ook gewoon een getalletje invoeren. 99, wacht even. Even kijken of het met 90, dan zie je gelijk dat hij het doet. Z, zie je 90. Ik vind 99 beter. Zo, dan is die vrijwel helemaal strak. Nou, dit kan ook je kameel zijn. Hier kan je een FFD overheen plakken of je kan dit op point level gaan animeren. Dat mag. Dus bij deze weer hetzelfde. Zet alle tracks uit, alleen point level animatie. En zet op
frame 0 de kameel zoals die hoort. Dus dat die strak in zijn vorm zit. Als je hem dan helemaal vernacheld hebt, dan kan je altijd nog terug. Nou, timeline even aanpassen, 23 en hier een 1. Dan ben ik het 0 keyframe even kwijt. Kan ik dat niet per ongeluk overschrijven. En dan gaan we precies hetzelfde doen als wat we met dat FFD deden. Dus dit mag ook. Dat is oplossing nummer 2. Misschien heb ik nog wel een oplossing nummer 3.